Vandaag gaan we zak 8 bouwen. Of zak 7? 8 denk ik. Lig jij lekker in het zonnetje hier? Nou, dat mag. Er is helemaal niks ergs aan. Het werd weer een pol van Max. Ja, ik heb net gehoest. Vandaar de rode wangen nog. Het was niet... Goedemorgen, deze 8e maart 2024. Nou, de hond deed wat ik net ook deed, gaten. Ik heb wel goed geslapen, daar niet van, maar mijn hoofd vindt wakker worden nog een dingetje. Het heeft gevroren. Hallo vriend, ja, goedemorgen. Hallo, oh, moet je nu al spelen? Wil jij nu al spelen? Kijk, ik heb hier rat. Ga maar met rat spelen. Kijk, dit is jouw rat. Als iemand nog zo'n kleine rat heeft, kleur maakt niet uit, deze is wel de voorkeur. Graag. Ze zijn niet meer te koop bij IKEA. Online zijn ze te vinden, maar dan moeten ze uit ik weet niet waar komen. Dan vooral buitenland, want in Nederland zijn ze echt... Nou ja, waarschijnlijk liggen ze in heel veel speelgoeddozen, maar niet in die van mij. Maar hij is er helemaal gek op, dus... Ja, mocht je er een tegenkomen, ik hou me aanbevolen. We hebben ook een maatje groter. Die is, ja, daar speelt hij ook wel mee, maar minder graag dan met dat kleintje. Dus ja, het zou leuk zijn, ja, als we die nog konden vinden. Maar goed, het heeft buiten gevroren. En ik ga de hond lekker uitlaten. We gaan eens even kijken wat er buiten te vinden is. Oortjes mee, dan moet ik die eens vinden. En dan gaan we. Ga je mee? Nee, rat mag niet mee. Dat weet hij altijd. Kijk, staat hij klaar. Kom, we gaan wandelen. En dan wil die rat meenemen. Leg hem even op je kleed. Ja, los. Los. Kom. We gaan wandelen. Nee. Jij weet ook heel goed dat rat niet mee mag. Dat kan niet. Nee. Kom, we gaan wandelen. Zonder rat. Nou ja, dat bedoel ik dus. Hij is er heel gek op deze. En hij bijt hem niet stuk hoor, maar een reserve exemplaar zou ik heel fijn vinden. Kom, we gaan. En dat gaat weer mee. Nou, ik ga hem nu proberen tegen te houden. Zo, kijk, nou is de rat gevangen. En dan kan hij door die deur. Mijn co-werker gaat mee naar boven. Die wil altijd heel graag boven liggen als ik boven ben. Ja, ik moet de trap afnemen en stofzuigen. Kijk, hij gaat daar liggen. Ja, dit is jouw plekje. Hè? Ik dek hem wel even toe met een deken, want ik heb mijn raam open. Hey. Die mag in de was. Zo. Dekentje over? Ja? Zo. Even wachten hoor. Ik moet dat met één hand doen nu. Zo, nou, die gaat hier lekker slapen. Vandaag gaan we zak 8 bouwen. Of zak 7? 8 denk ik. Ja, 8. Even checken. Ja, 8. Dus die ligt klaar. Dit hebben we tot nu toe gebouwd. Het tweede huis. De voorkant hebben we de vorige keer helemaal gebouwd. En daar zat Ron in. Ronald. En dit hebben we natuurlijk ook al gebouwd. Ja, hij is weer erg leuk. En het wordt uiteindelijk dit. Dus we komen nu bij het roze stuk. Kijk, om eens even wat aan het pruikje te doen. Ja, ziet er een beetje verfroeid uit. Dat komt omdat ik wilde per se iets afmaken vandaag. En dat is op twee dingen na heel goed gelukt. Maar die andere dingen krijg ik gewoon nu echt nog niet af. Daarvoor moet ik eerst dingen terugkrijgen. Dan kan ik pas verder. Oh ja, die was leeg. Ik heb al een nieuwe neergezet, maar deze moet even in de bak. En als ik dan toch bezig ben, ook even mijn vest uit. Want anders ga ik zo meteen op de kop staan. En dat werkt niet, kan ik je vertellen, met een capuchon. Deze die kan hier aan, want ik ga mijn haar niet heel vast doen vandaag. Maar wel even nat maken. Dus dat ga ik nu even doen.
Ik had vanmorgen wel lekker mijn haren even of mijn gezicht gewassen en even crème opgedaan en dat soort dingen. En ik ben ook weer geswitcht van crème naar de crème met een zonnebrandfactor erin. En dat is om de dood eenvoudige reden dat ik anders heel rood word en verbrand. Oh ja, wacht even. Ja. Deze. Jullie staan eigenlijk op de plek waar die schuim op het staat. Even erin. Dus ik kijk even op de kop. Dat is niet zo heel lang hoor. Ik moet altijd wel daarna mijn bril schoonmaken. Want ik bots altijd tegen mijn ding aan. Nou. Hele dikke knotpan nog. Zo. Ik moet echt nodig naar de kapper, maar dat is nu even niet aan de orde. Ik moet me wel even wassen. Dat vind ik dan wel heel prettig. En dan ga ik zo eerst eens eventjes naar beneden. Er staat alweer een was aan. Er lag een heleboel was in de wasmand, niet voor mij. Oh, dat is mijn telefoon. Die zit in mijn jaszak. Een dopper op. Even kijken. Zo. Dat lekker even drogen. Ga ik een rondje met het pontje. Lig jij lekker in het zonnetje hier? Nou, dat mag. Er is helemaal niks ergs aan. Zullen we zo een rondje gaan wandelen? Vind ik dat een goed idee. Krijg je dan nog meer kwispels? Ja? Je kwispel doet het goed, hè? Ja. Oh, we gaan maar lekker in het zonnetje liggen. Dat mag. Het is duidelijk raceweekend. De Formule 2 staat nu aan. En vannacht droomde ik dat Richard van school ging winnen. En wie ligt er op kop? Heel spannend. Dit is de sprintrace overigens. Maar er zijn allerlei safety cars. Dus dat ligt ook weer stil. Net is mijn nichtje even geweest. Samen met Ravi gelopen. Even lekker een stuk. En ik heb inmiddels het restje van eten van gisteren in de microwave staan. Oké, die gaan we lekker doen. In de magnetron staan, zodat ik dat lekker op kan gaan smikkelen. En dan is het zo meteen tijd voor kwalificatie. Oh, zo spannend. Maar het is nog spannender, want Oliver Berman, dat is een Formule 2 rijder, is opgeroepen omdat Carlos Sainz vandaag geopereerd is aan een blinde darmontsteking. Dat is natuurlijk sowieso niet fijn dat je dat hebt. Maar als coureur dan gisteren nog in een Formule 1 auto zitten terwijl je buikpijn hebt, dat vind ik wel heel knap. Dat doe ik hem niet na. Maar goed, ik ga zo lekker smikkelen. Emily regelt voor zichzelf. Het is Nationale Pannenkoekendag. Dus die gaat pannenkoeken eten. Nou, dat moet ze lekker zelf weten. Ik had er helemaal geen zin in. En ik had nog lekker een restje. Dus dat wordt het voor mij. Even kijken hoe het staat. Verschoor ligt nog steeds bovenaan. En hij zit buiten de DRS. Dus dat is fijn. Dat betekent dat het moeilijker wordt om hem in te halen. Nou, hopen dat het zo blijft. Die zijn helaas uitgebloeid. Die gaan morgen weg. Kijken of ik nog wat nieuws neer ga zetten. Ik vind dat wel lekker een bosje tulpen of zo. Het werd weer een pol van Max. Ja, ik heb net gehoest. Vandaar de rode wangen nog. Het was niet heel spannend in de kwalificatie. Want hij reed gewoon een dijk van de tijd. En de snelste daarna zat op 3/10. Dus ja. En dat was Leclerc. Dus dat was heel leuk. Ik ben hier bij een hondje en die wil ik verleiden om nog even een rondje te gaan lopen. Want ik kom net uit de live, het is 8:30. Net alles opgeruimd en zo. En ja, ik wil toch nog wel even naar buiten met hem. Maar hij ziet eruit alsof hij daar niet zoveel zin meer in heeft. Ben je al naar bed gegaan? Heb je geen zin meer? Zullen we nog een rondje gaan wandelen? Ga je mee? Oh, toch wel. Oh, nou, dat valt mee. Zo, nou, gaan we wandelen? Kom maar dan. Ga ik even mijn oortjes opzoeken. Nee, we gaan niet daar wandelen. Dat doen we ook wel eens 's avonds, dat we nog even in de tuin gaan. Dat is meestal inderdaad wel, meestal een uurtje later, 9:30. Maar nu gaan we even een rondje wandelen en dan gaan we nog wel even lekker echt naar buiten. Dat lijkt me een goed plan. Ga je mee? Kom. Oh jongens, hoe lekker is dit. Het zonnetje schijnt alweer. Dat is gewoon een feestje. Maar ik zie geen fluit. Dus ik ga heel even draaien. Zo, dat jullie mij kunnen zien en ik wat kan zien. Kijk, dat is beter.
De video van de vrijdag. Ik heb lekker gewerkt. Ik heb heel veel gewerkt. Heb dus ook niet veel gefilmd. Ja, dat krijg je dan. En dat was het voor vandaag. Gezellig gelegoot in de live. Was heel erg leuk. Lekker opgeschoten met de weg is weg. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Dag.